Lucas 22, vanaf vers 14, waarboven staat het heilig avondmaal. Als de uren gekomen was, zat hij, de Heer Jezus, aan en de 12 discipelen met hem. En hij zei tot zijn discipelen: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijd. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, tot het vervuld zal zijn in het koninkrijk van God. En als hij de drinkbeker genomen had, gedankt had, zei hij: neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God zal gekomen zijn. En hij nam brood. En als hij gedankt had, brak hij het, gaf het hun, zeggende: dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Tot zover. Vorige keer heb ik met u wat gedachten gedeeld over Daniël. Over de profetieën die we daar terugvinden. Over de drie vrienden van Daniël die in die oven waren en toch niet verbranden. Over de profetieën die we vinden over de 70-jaarweken bijvoorbeeld. En dat er een gat zit, zeg maar, tussen de 69ste week en de 70ste week van Daniël, hè, zoals we dat noemen. De tijd waarin wij nu leven. En vandaag wil ik het eigenlijk daarover hebben. Want u denkt misschien van: wat heeft hij nou meegenomen? Nou, ik dacht van ja, als u nou zat bent om naar mij te kijken, dan kan u altijd hier nog even naar kijken. Dat is geen reclame of zo. En dat u ook niet denkt dat ik dit vanmorgen, dat ik al een glas uit genomen heb. Dat was om mezelf moed in te drinken. Dat is niet het geval. Maar ik wilde vandaag met u stilstaan, eigenlijk bij wat de Heer nu op dit moment doet. Kijk, als je zou vragen, ja, als ik nu zou vragen, ik weet niet of de antwoord ik krijg. Als je zou vragen aan de mensen, willekeurig, wat betekent de Heer Jezus Christus voor u? Nou, dan zal het gros van de mensen, zal je raar aan staan te kijken, want die zijn er überhaupt helemaal niet mee bezig. En zoals net al gezegd werd, het is toch een minderheid, dat zegt de schrift natuurlijk ook, van mensen die überhaupt gelooft in de Bijbel als woord van God. Maar heel veel mensen zullen ook antwoorden: ja, dat de Heer Jezus Christus voor mijn zonde gestorven is. Dat is natuurlijk 100% waar, dat dat zo is. He, dat is natuurlijk de basis. He, dat je weet op grond van geloof in wat de Heer Jezus gedaan heeft, op dat kruis en Golgotha, dat daarmee je zonden vergeven zijn. Alleen, er is zoveel meer als dat. Heel vaak steekt het dan daar. En wat ik gemerkt heb, is dat dan ook heel veel teksten die je vindt in de Bijbel eigenlijk daarop van toepassing zijn. Op het lijden, sterven en de dood van de Heer Jezus. Ik kan me nog heel goed herinneren, dat is alweer jaren geleden, dat ik een keer een gesprek had, een discussie had met een predikant over een vers, en daar kan ik wel even met u naartoe gaan. Johannes 3 is dat. Johannes 3. Kende geschiedenis, hè, dat de Heer het gesprek heeft met Nicodemus. En dan op een gegeven moment haalt de Heer Jezus een geschiedenis aan uit het Oude Testament. En dan zegt hij in vers 14, ik wil het er niet uitgebreid over hebben, maar alleen even de gedachte dat het toegepast wordt op het lijden, sterven en dood van de Heer Jezus, terwijl de vraag is of dat zo is. En dan staat er in vers 14, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Ik weet niet of je zich kan herinneren dat gedeelte, ik heb het hier eerder wel eens over gehad, veel uitgebreider. En de manier waarop dat dan uitgelegd wordt, als je dan commentaren leest, dan gaat het hier over de verhoging, als zijnde de verhoging aan dat kruis. Dus die tekst hier wordt uitgelegd
als dat je moet geloven in, en dat noem ik maar, de crucifix. He, wat je met name ziet in de katholieke heel van Nederland, he, dat kruis, wat dan nog dat corpus, dat lijk aanhangt. He, dat je moet zien op die verhoogde Jezus, en dat het zo'n verhoging aan het kruis zou zijn. Alleen, ik denk dan, ja, maar is dat wel zo? Is dat wel een verhoging? He, want als je in de schrift leest, dan lees je eigenlijk dat het juist zijn diepste vernedering was. En ik zit even te kijken, ik heb er ook een vers bij gezet. En ik wil niet gaan naar Filippenzen 2, maar eens naar een ander vers. In Hebreeën 7 bijvoorbeeld, Hebreeën 7 vers 26. Wat daar staat. Hebreeën 7 vers 26. In Hebreeën gaat over de gedachte. Hebreeën gaat eigenlijk precies over de periode waarin wij nu leven. Dat de Heer gestorven opgestaan is, gesteld is tot zoon, gesteld is tot hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Want Heer Jezus Christus was immers geen hogepriester in zijn aardse omwandeling. Want hij was niet uit Levi, hij was uit Juda. En de Hebreeën schrijver legt uit dat hij daar nu zit, ter rechterhand Gods, en wat hij daar doet. En ik kom daar natuurlijk uiteraard straks nog op terug, want je kan eigenlijk niet om de Hebreeënbrief heen, als je na wilt denken over wat de Heer Jezus Christus nu op dit moment doet. En daar staat er in vers 26, want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel. Onnozel wil zeggen dat hij tegenover de wet, onnozel tegenover de wet, is eigenlijk de gedachte erachter, onbesmet, afgescheiden van zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Dat is zijn verhoging. He, dus in deze tekst, ik noem maar even een voorbeeldje, Johannes 3, dan wordt die toegepast dan op die verhoging aan het kruis, maar dat is het natuurlijk niet. De werkelijke verhoging is dat hij dus nu zit ter rechterhand Gods in de hemel. En feitelijk staat dat natuurlijk ook in Johannes 3, want in vers 12 heeft hij het over de hemelse dingen die hij wil zeggen. He, wat dan niet lukt, wat ze niet begrijpen. En dan vervolgens natuurlijk de bekende tekst, als lieve God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Nou, u weet, hè, de zoon werd de Heer Jezus in zijn opstanding. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die daarop ziet, op degene die opstond uit de dood, niet verderven, maar eeuwig leven heeft. Dat is de gedachte vanuit de hele schrift. He, ook naar dat volk van Israël. En ik kom daar straks nog even op terug, dat volk van Israël had een huwelijksverbond met de Heer. De wet was een huwelijksverbond tussen God, de man, Israël, de vrouw. Alleen, Israël was ongehoorzaam, was ongelovig, had liever zaad van andere mannen, hè, zo wordt dat gezegd, was overspelig. En wat gebeurde er uiteindelijk? Zegt de Heer, oké, jullie zijn overspelig, jullie houden niet aan het huwelijksverbond, jullie zijn ontrouw. Nou, de enige manier om van het huwelijksverbond af te komen, is dat de testamentmaker, dat het verbond, dat testament, dat kan beëindigd worden als een van de twee overlijdt. Dus, de Heer zegt, oké, om van het oude verbond af te kunnen, van die wet, dat huwelijksverbond, geef ik mijn leven op, ik sterf, de dood van de testamentmaker, maar uiteraard met als doel dat je als volk, en Paulus legt dat uit, dat je bindt aan degene die opstond uit de dood. En dat nieuwe verbond, dat nieuwe huwelijksverbond, is een eeuwig verbond. Dat oude verbond was sowieso tijdelijk, dat van de wet. En dan komt er dat nieuwe verbond, dat eeuwige verbond, en de bedoeling was, toen de Heer opstond uit de dood, dat het volk in hem zou geloven en een eeuwig leven zou krijgen. En wat we zien, he, is dat het grootste gedeelte van het volk hem afwees. Maar uiteindelijk, he, degene die hem wel aannamen, en dat zijn u en ik, dat zijn de gemeente, die zijn dat volk van God. Die zijn zijn vrouw of zijn lichaam, he, zoals het ook beschreven wordt in de schrift. Een ander gedeelte wat heel vaak geïnterpreteerd wordt als zijnde
slaande op het lijden en sterven en de dood van de Heer Jezus, is wat ik net met u gelezen heb, van het avondmaal. Ik weet niet wat uw achtergrond is, maar de keren dat ik in een gemeente geweest ben, bijna alle keren werd het avondmaal geïnterpreteerd als zijnde een beeld van het lijden en sterven van de Heer en zijn dood. En er zit natuurlijk een bepaalde logica in. Want wanneer deed de Heer dit, wat we net gelezen hebben in Lucas? Hij deed dat vlak voordat hij stierf. Dus vlak voordat hij stierf, was hij met zijn discipelen bij elkaar. En wat er gebeurde, is dat dus, we hebben het Pascha. Nou, u kent misschien het Pascha vanuit het Oude Testament. Het paaslam moest in huis gehaald worden. En dan vervolgens moest het zuurdesem, de gist, moest uitgezuiverd worden uit de huizen. Dan werd het paaslam gegeten en geslacht. En dat was dan het Pascha zoals dat ingesteld was onder de wet, onder het oude verbond. Dat Pascha, dat paaslam, was gegeten, geslacht en gegeten. Dat was gebeurd. Want het is immers na de maaltijd dat er gebeurt wat de Heer hier doet. Nou, dat paaslam uiteraard is een beeld van de Heer Jezus Christus. Kijk, de Bijbel spreekt heel veel in beelden, in typen. En daarom zeggen sommige mensen, die zeggen van ja, en daar ben ik regelmatig tegen aangelopen, dan zeggen ze, jij allegoriseert. Zo noemen ze dat dan binnen de theologie, is allegoriseren. Dat je dus beelden uit de Bijbel een bepaalde betekenis geeft. Alleen feitelijk kun je natuurlijk niet anders. Maar wat gezegd wordt is, ja, als je gaat allegoriseren, dan kun je met de Bijbel alle kanten op. Want de een die geeft deze interpretatie aan dat beeld, de ander geeft die interpretatie aan wat de schrift zegt. En dan kun je inderdaad met de Bijbel alle kanten op. Alleen ik denk, als je de Bijbel zichzelf laat verklaren, hè, dan kun je met de Bijbel niet alle kanten op. Hè, want de Bijbel spreekt heel veel in beeldspraak. Alleen wat je ziet, is dat hetzelfde beeld steeds weer terugkomt. En bij het avondmaal ook heb je dus het paaslam, dat is geslacht en gegeten. Nou, dat paaslam, dat wordt gewoon heel duidelijk gezegd, is het beeld van de Heer Jezus Christus zelf. Die inderdaad leed en stierf. Maar vervolgens, en dat is het einde eigenlijk van het oude verbond, van die wet waar ik het net over had. Maar dan vervolgens, daarna, zie je dat de Heer Jezus met het avondmaal, dan pakt hij de wijn. En hij pakt de wijn en hij zegt van die wijn dat dan het bloed is van het nieuwe verbond. Dat bloed van het paaslam, wat immers net geslacht en gegeten was, is het bloed van het oude verbond. Waarvan de Hebreeënschrijver zegt dat dat bloed van stieren en bokken nimmer meer die zonde kon verzoenen. Er bleef altijd een geweten van de zonde. En die grote verzoendag bijvoorbeeld, het moest ook elk jaar weer opnieuw gebeuren, omdat mensen bleven een geweten houden van zonde. Want elk jaar werd het weer herdacht. Omdat het eigenlijk niet, ja, de wet kon niet rechtvaardigen. Want ook de wet was een illustratie eigenlijk, een schaduw van een beter verbond wat er zou komen. Nou, bloed, ik heb eens gekeken. Ja, bloed wordt heel vaak in verband gebracht met de dood. Alleen, op het moment dat je bloed ziet, ja, dan vervult het eigenlijk zijn functie niet meer. Hè? Het bloed moet eigenlijk in het lichaam zitten. Het bloed moet eigenlijk onzichtbaar zijn en dan doet het zijn werk. En ik heb eens opgezocht op internet. Ja, als je donor wil worden. Dit is iets van San Quinn, heb ik even voor mezelf uitgeprint. Wat zij zeggen over bloed. Hè? Bloed wordt gezien als een orgaan ook, hè, wat wij hebben. En er staat daar over bloed. Bloed vormt het transportsysteem van ons lichaam. Het stroomt voortdurend om zuurstof en voedingsstoffen aan het weefsel te leveren en afvalproducten af te voeren. Bloed is vloeibaar en komt via de bloedvaten op alle plaatsen van het lichaam.
Ook speelt het een belangrijke rol bij de afweer tegen ziekteverwekkers in het lichaam en zorgt het voor een constante lichaamstemperatuur. Bloed, staat er dan, betekent dus letterlijk leven. Dus wat bloed doet in ons lichaam is dat het voedingsstoffen en zuurstof aan overal in het lichaam brengt en dat het de afvalstoffen weer afvoert. En dat is nu precies wat de Heer ook nu doet in de gemeente. We komen er straks nog op terug. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden, zegt Johannes op een andere plek in de Johannesbrief. Dus het avondmaal, als je dat viert met elkaar, dan verkondig je daarmee de dood des Heren. Die tekst ga ik zo nog even met u naartoe. Want dat is een tekst die ik lastig vond. Ja, als je over het avondmaal. Hè? Hoezo gaat het over het opgestaande Heer? Terwijl Paulus dan zegt, je verkondigt daarmee de dood des Heren. Maar wat je feitelijk doet, is dat je verkondigt het einde van het oude verbond. Zullen we straks nog zien. En wat je gedenkt met het avondmaal, door middel van dat brood, want dat brood is ongezuurd. Dus het zuurdecem zit er niet meer in, de gist zit er niet meer in. En Paulus zegt, het is één brood. Omdat wij met elkaar als gelovigen één lichaam zijn. Niet dat lichaam wat aan het kruis hing. Nee, het lichaam als zijnde de gemeente van gelovigen. En dat bloed is het bloed van het nieuwe verbond. Nou, en bloed, hè, we hebben het net ook nog uit een hele andere bron gezien. Bloed is altijd een beeld van leven. Het leven onder het nieuwe verbond. Dus als we dit delen met elkaar, dan gedenken we eigenlijk dat de Heer Jezus met zijn leven in ons leven is. En dat het bloed van Christus ons reinigt van elke zonde. Want dat is eigenlijk wat hij op dit moment doet. En daar kom je eigenlijk niet. Nou, laat ik eerst eventjes, voordat ik met u naar Johannes 13 ga, laat ik eerst even met u kijken nog naar 1 Korinthe 11. Want dat haalde ik net aan, 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11. Waaraan staat, ik lees even vanaf vers 23. Daar zegt Paulus, want ik heb van de Heere ontvangen, vers 23 van 1 Korinthe 11. Hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En dat breken van het brood moeten we even in ons achterhoofd houden, dat als we even kijken in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 10... Daar zegt Paulus in vers 16, de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is het niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Dus die wijn is een beeld van het bloed of het leven van Christus, het opwekkingsleven natuurlijk, het opgewekte leven, het nieuwe leven. En het brood dat wij breken, is het niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het. Omdat we één lichaam zijn. Dus de gedachte is, ook al wordt het brood gebroken, en dat moet natuurlijk, want anders dan kun je dat niet delen, dat is gewoon een praktische zaak. De gedachte is juist de eenheid van het brood. Dat je als lichaam één bent. Desgelijks, ik lees even verder in vers 25 van 1 Korinthe 11. Desgelijks nam je ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. Dus is na de maaltijd. Dus het paaslam is geslacht gegeten. Dat is weg. En nu gaat het eigenlijk niet zozeer over het lam dat geslacht is, maar over het lam staande als geslacht. Zoals we dat later lezen in de schrift. Hij die opgestaan is uit de dood. En dat voorzegt de Heer eigenlijk met het avondmaal natuurlijk.
In de tijd was het vlak voor zijn lijden en sterven. Maar symbolisch, wat de Heer hier zijn discipelen duidelijk wilde maken, hè, en dat begrepen ze toen nog niet, wat hij ze duidelijk wilde maken, van ja, maar ik ga opstaan uit de dood, en ik als lam staande als geslacht, jullie zijn mijn lichaam, en die wijn is beeld van het bloed van het nieuwe verbond. En dan zegt hij vers 26, want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Er staat niet, gedenk de dood des Heren. Er staat ook niet, gedenk de dood van Jezus. Nee, er staat, verkondigt de dood des Heren, de dood van Jehovah. Nou, wat lezen we in weer die Hebreeënbrief, Hebreeën 9... En ik haalde het net natuurlijk ook al aan. Hebreeën 9 vers 16. Daar staat, want waar een testament is een verbond. Je had het oude verbond, het huwelijksverbond met Israël. Maar Israël was ontrouw. Dus om van dat huwelijksverbond af te komen, moest de man sterven. En Paulus legt uit van, uiteraard, dan is het, dat is het einde van het oude verbond, van het huwelijksverbond. Maar bind je dan vervolgens aan degene die opstond uit de dood. Maar er staat er in Hebreeën 9 vers 16, want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker ertussen komen. En heel Hebreeën gaat over het verdwijnen van het oude verbond om plaats te maken van het nieuwe verbond. Dat je de hoge priester hebt onder het oude verbond, het Aaronitische priesterschap, wat steeds herhaald moest worden omdat het niet voldeed, tegenover het priesterschap van Melchizedek. En Melchizedek, die eeuwig leeft, en dat is een verbond wat eeuwigheidswaarde heeft. Het nieuwe verbond. De hele Hebreeënbrief gaat erover. Nou, het oude verbond is dus beëindigd door de dood van de testamentmaker. En dat is ook waarom Paulus zegt in die Korinthebrief, zo verkondigt gij de dood des Heren. Dus wat je verkondigt, op het moment dat je avondmaal viert, wat je verkondigt, is dat het paaslam geslacht en gegeten is. Dat het oude verbond beëindigd is en dat er een nieuw verbond is, een eeuwig verbond, dat de Heer opstond uit de dood en dat als je daarin gelooft, die wijn drinkt, dat brood eet, dan heb je daar deel aan. En dan heb je dus, zoals ook in de inleiding al gezegd is, dan heb je eeuwig leven. Nou, als je nadenkt over wat de Heer nu doet, want eigenlijk praat je daarover, hè? Als wij dus die wijn rond laten gaan, hè, de schrift spreekt erover, we zullen straks nog zien, dat dat bloed van Christus, van het nieuwe verbond, reinigt ons van alle zonden. Nou, wat betekent dat? En dat wordt heel mooi geïllustreerd in Johannes 13. Wat doet de Heer op dit moment, Johannes 13? In de drie evangeliën lezen we over de instelling van het avondmaal. Het is Pascha. Paaslam is geslacht, gegeten. En dan vervolgens het ongezuurde brood en de wijn gaat rond. Als beeld van het lichaam en het bloed, het leven van de opgestaande Heer. In Johannes vinden we dat niet. Maar in Johannes vinden we wel vier hoofdstukken lang dat de Heer bepaalde dingen zegt op hetzelfde moment. Dus op het moment dat je in de andere evangelie vindt de instelling van het avondmaal, vind je hier in Johannes 13 tot en met 17 wat de Heer zegt op die avond en doet. Onder andere over de ware wijnstok, dus het gaat niet zozeer over wijn, maar wel over de ware wijnstok. En wat we bijvoorbeeld vinden in Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed. Dus dan ziet dus degene die dus de Bijbel die stukjes erboven gezet hebben, die zien dus eigenlijk al aan wat de Heer Jezus hier zegt en doet, dat is eigenlijk de functie van de hoge priester. En dat klopt ook inderdaad. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de Heer spreekt er ook over dat hij een andere trooster geeft. En wie is die andere trooster?
De Heilige Geest. Maar dat is precies waar dat bloed, waar die wijn, een beeld van is. Van het nieuwe leven van de Heilige Geest. Van het opstandingsleven. Nou, bij die voetwassing, wat je dan leest, is dat daar staat. En voor het feest van Pascha. Hè, dus je hebt Pascha en het feest van Pascha. Pascha is het lijden en sterven van de Heer. Het feest van Pascha is datgene wat er daarna volgt. Weten dat zijn ure gekomen is, dat hij uit de wereld zou overgaan tot de Vader, alzo dat hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij lief gehad tot het einde. Nou, en als dan het avondmaal geweest is, Jezus wetende, vers 3, dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, nou, wat doet hij vervolgens? Hij staat op, wat natuurlijk al overdrachtelijk een beeld is van opstanding. En dat is overal zo, hè? Overal in de schrift waar staat, iemand staat op, moet je eigenlijk, zou je je achterhoofd kunnen hebben, ja, dat, kennelijk gaat het over opstanding. Hij staat op van de maaltijd, legt zijn klederen af. Dat is ook symboliek, overal hetzelfde. Het afleggen van klederen is eigenlijk hetzelfde als sterven. Ja, je omhulling leg je af. Het hele schrift door. Allegoriseren, ja, je kan zeggen het is allegoriseren, maar het heeft overal eigenlijk die betekenis. Je legt het uiterlijk leg je af. Ik heb dat heel sterk, in mijn gedachten althans, heb ik altijd dat liedje van Elliot Rickert in mijn hoofd, als het gaat over sterven. Waar we in zitten, het lichaam waar we in zitten, is eigenlijk gewoon maar een doosje. Een doosje wat je gekregen hebt bij je geboorte. En dat doosje, vroeg of laat, moet je dat toch afleggen. En allemaal zijn we behept met ons eigen doosje. Hè, wat we meegekregen hebben vanuit onze geboorte. En dat heeft van alles te maken met gezondheid, erfelijke eigenschappen, karaktertrekken, enzovoort, enzovoort. En zo zijn we allemaal verschillend. Hè, want natuurlijk, bij God is geen onderscheid des persoons. We zijn allemaal gelijkwaardig. Tuurlijk, maar we zijn niet allemaal gelijk. We hebben allemaal ons eigen doosje meegekregen. En daarom is het ook zo belangrijk dat je te realiseren en daardoor ook niet te snel te oordelen over andere mensen. Omdat jij vaak niet weet of niet kunt begrijpen waarom andere mensen dingen doen, dingen zeggen die ze doen. Gewoon vanwege het feit dat zij gewoon van nature een ander doosje meegekregen hebben als jij. Blijf in de eerste plaats altijd even bij jezelf. Maar goed, hier die voetwassing. Dus de Heer staat op, legt zijn klederen af. En neemt dan een linnen doek. Nou, dat vinden we terug bijvoorbeeld, en daar wil ik even met u naartoe, in Leviticus 16. Leviticus 16. In het Oude Testament. Leviticus 16. Bij Yom Kippur, hè, zoals dat heet. Bij de grote verzoendag. Nou, eenmaal per jaar, hè, werd dan verzoening gedaan door de hoge priester voor de zonde van het volk. En dan staat er in vers 32, en de priester, vers 32, Leviticus 16, en de priester die men gezalfd en wiens hand men gevuld zal hebben. Nou, nu weet je, zalving, de gezalfde is de Christus eigenlijk, dat is hetzelfde woord. En de priester die men gezalfd en wiens hand men gevuld zal hebben, om voor zijn vader het priesterambt te bedienen, zal de verzoening doen als hij de linnen klederen, de heilige klederen, zal aangetrokken hebben. Dus die linnen klederen, zie je ook hier, dat spreekt weer over het hoge priesterschap van de Heer Jezus Christus. Het verzoening doen voor de zonde van het volk. Nou, dat is precies wat hij hier gaat doen. Want, ik ga de geschiedenis niet met u lezen, want ik denk dat de meeste van u de geschiedenis gewoon kennen. Wat doet de Heer? Dus, het is hetzelfde moment als het avondmaal. Dus in de andere evangelie heeft het over het avondmaal. En na de maaltijd heeft hij dan brood en beker. De wijn en het brood. Maar hier gaat hij iets anders doen. Eigenlijk gaat hij hetzelfde doen. Hier gaat hij iets anders doen, lijkt het.
Wat hij nu gaat doen, is dat hij ongevraagd de voeten van de discipelen gaat wassen. Dus in plaats van dat hij het brood rond laat gaan, in plaats van dat hij de wijn rond laat gaan, komt hij met water in een bekken. Nou, u weet hè, water is altijd een beeld van het woord van God. In Efeze lezen we hè, dat de Heer zijn gemeente reinigt met het badwater met het woord. En dat is wat hij nu gaat doen. Ongevraagd. Ongevraagd gaat hij dus naar de discipelen toe en begint ze de voeten te wassen. Waarom? Nou, ze begrepen het niet. En Peter zegt dan ook van ja, was me dan helemaal. Maar de Heer zegt nee, dat is niet nodig. Waarom? Omdat als je lid bent van de gemeente, als je tot geloof gekomen bent, je bent onderdeel van dat lichaam, dan ben je in principe rein. Maar als gelovige zit je nog steeds in dat doosje, in dat oude lichaam, en ben je nog steeds met je voeten verbonden met dat aardse, met dat vleeselijke. Je hebt die twee naturen, om zo maar te zeggen. En dat betekent dat in de praktijk van je dagelijkse leven als christen zondig je. Hoewel je, als je tot geloof gekomen bent, de Heer je de zonde niet toerekent. Wie zegt zonder zonde te zijn is een leugenaar. Je doet het nog steeds. Nou, wat de Heer dan dus doet in dit gedeelte is, alleen de voorwaarde is uiteraard, hoe doet hij dat? Hij doet het wel met zijn woord. Hij dus voorwaarde, denk ik, om dit te begrijpen en er ook echt in de praktijk vanuit te kunnen leven. Ja, want je kan het natuurlijk wel als theorie aanhoren. Maar ik denk dat het als gelovige best nog wat tijd kost voordat je ook echt ervan uit kunt leven. En je dat realiseert wat het ook in de praktijk van je leven voor jou betekent. Dat de Heer dit elke dag ongevraagd ook doet. Dus wat de Heer doet met zijn woord, als we met dat woord bezig zijn, is dat hij dus onze levenswandel reinigt. En waarom doet hij dat? Om hem te kunnen dienen. Als jouw geweten verontreinigd is, kun jij God niet dienen. Je moet ook rein zijn überhaupt om tot God te kunnen naderen. Nou, dat kunnen wij vanuit onszelf niet. Absoluut niet. En als je naar jezelf kijkt, net als Adam en Eva, ja, toen die naar zichzelf keken, wat deden ze? Waar zijn de bladeren? Er moeten grote bladeren komen. Want als je naar jezelf kijkt, dat moet eigenlijk bedekt worden. Dat doe je eigenlijk liever niet. En wat de Heer doet, en dat zegt hij in de schrift, dit kun je nooit weten door alleen maar ervaring. Dat weet je op grond van dat de Heer dat zegt in zijn woord, op zoveel verschillende manieren. En dat je dat realiseert, dat je denken vernieuwt, want dat is wat er gebeurt door bezig te zijn met het woord, dat je realiseert dat hij dat dagelijks voor je doet. En dat geeft jou een rein geweten. En door dat reine geweten ben je in staat om hem te dienen. En voor God is, wie wij ook zijn, welk doosje wij ook hebben, om zo maar te zeggen, voor God is er geen reden om hem niet te kunnen dienen. Wij kunnen niet zeggen, ja, maar God, ik kan u niet dienen, want ja, weet u wie ik ben, wat ik gedaan heb, welke gedachten ik heb. En God zegt dan, dat mag zo zijn, maar ik reinig jou daarvan. Ik reken daar niet mee. En als dat bepaalde consequenties heeft, nou, dan zul je daar misschien wat mee moeten. Ik kom er straks nog even op terug, naar aanleiding van wat er in de eerste Johannesbrief staat. Maar het principe blijft de theorie. Daar begint het. En vandaaruit moet natuurlijk ook de praktijk komen. Dat geldt ook voor onderwijs. Dat is het nut van onderwijs. Het begint met de theorie. Maar vanuit die theorie moet ook de praktijk vervolgens komen. En dat geldt vanuit de schrift ook. Dus de theorie is dat de Heer ons de voeten reinigt. Elke dag weer. Of we nou om vragen, dan doet hij het. Als we er niet om vragen, doet hij het ook. En dat is wat je ziet in dat schitterende voorbeeld van de voetwassing in Johannes 13. Ik wil even met u gaan naar Efeze 5. Efeze 5.
Want daar staat dat, van dat hij de gemeente wast met het badwater, namelijk met het woord. Ja, vers 18 is ook een leuke, hè, van Efeze 5. Vers 18. Wat zegt Paulus daar? Wordt niet dronken van... Nou, ik kan het zien, hè. Er is één glaasje uitgegaan gisteravond. Ja, daar moet ik niet te veel over nemen, want dan heb ik toch alleen maar hoofdpijn. Dus dat is niet de bedoeling. En dat zegt de schrift ook, hè. Die zegt ook, hè, Paulus zegt ook... En trouwens, een weinig wijn schijnt ook goed te zijn, hè? Toch of niet? Wat er gezegd tegen Timotheus. Nee, maakt niet uit. Voor de maag of zo? Sorry? Nee, ik dacht dat ik iets hoorde. Oh. Van mij, ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, hè, vers 18, Efeze 5. Daar zegt Paulus dan. Word niet dronken van wijn. Waarin overdaad is. Maar wordt vervuld met de geest. Omdat die wijn... Dat is immers leven, het bloed van het nieuwe verbond. Wijn is het beeld van de Heilige Geest. En kijk, overdrachtelijk klopt dat eigenlijk wel. Want als je hier veel van drinkt, dan was je dronken. Nou, letterlijk is dat niet de bedoeling. Overdrachtelijk eigenlijk wel. Omdat dan de omstandigheden in de wereld worden dan betrekkelijker. Toch? Dat is wat er gebeurt, hè? Als je natuurlijk heel veel alcohol drinkt. Dan worden de omstandigheden betrekkelijker. Alleen, in het echte leven... Omstandigheden veranderen niet. Dus je kan het even wegdrinken. Maar als je wakker wordt uit de roes, dan zijn die omstandigheden er nog. Maar niet als je vult bent van de Heilige Geest. Omdat je dan realiseert dat een nieuw leven is. Dat je een toekomst hebt, wat de omstandigheden ook zijn. Dat is het grote verschil natuurlijk, dat als je letterlijk dronken wordt of dronken wordt van de Heilige Geest... Het plaatst je hele leven in een ander perspectief. Het geeft ook rust, het geeft vrede. Omdat je weet, ja, het gaat niet alleen om dit aardse leven. In tegenstelling. Dit aardse leven is eigenlijk alleen maar een soort van leerschool. Waarin we moeten leren om de Heer te dienen. En naarmate we hem dienen, zullen we daar in de toekomst voor beloond worden. Maar het gaat als geloven, het gaat om de toekomst. Wat niet wil zeggen dat het helemaal niet om het dagelijks leven gaat. Natuurlijk wel. Omdat je in dat... Omdat die Heer, dit leven, die tijdelijke de tijd dat we hier nog zijn, wil hij ons gebruiken om ons op te voeden voor die toekomst. Maar het gaat uiteindelijk om die toekomst. Dus dat betekent dat als je de Heilige Geest ontvangen hebt, ja, dan worden dingen gewoon betrekkelijker. Maar even over vers 26. Daar staat over de gemeente dat de Heer Jezus... Jezus is de man, de gemeente is de vrouw. Omdat hij haar heiligen zou, haar reinigende, of haar gereinigd hebbende, met het bad des waters door het woord. Dus de Heer reinigt zijn gemeente door het woord. En wat hij ook doet, vers 29, hij voedt en onderhoudt het. Dat is immers ook wat dat bloed doet, toch? Die brengt de voedingsstoffen naar alle delen van het lichaam. En de afvalstoffen worden weer afgevoerd. Nou, betekent dit nu dat je bewust kan zeggen van nou, laat ik dan maar eens even flink met mijn voeten door de modder heen gaan. Want de Heer reinigt het toch, ongevraagd. Of gevraagd. En dan zegt Paulus, in theorie, ja, zou dat kunnen. Toch? Want de Heer doet dat. En als wij dan zelf bewust zeggen van nou ja goed, als de Heer dat toch doet. Als hij me toch reinigt van alle zonden, wat ik ook doe. Hoe breed de weg ook is waar ik op ga lopen, zeg maar. Om dat voorbeeld aan te halen. Laat ik eens even alle dingen doen die op die brede weg allemaal te doen zijn. Ik kan dat gewoon doen als gelovige. Waarom zou ik die smalle weg opgaan als gelovige? Ik ga die brede op en ik ga flink met mijn voeten overal in de modder. Om dat beeld maar te gebruiken. Ja, en dan zegt Paulus, ja. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling ervan. De bedoeling is niet dat het een aanleiding is voor het vlees... Want zo zou je dit kunnen zien, dat de Heer je reinigt. Maar de bedoeling is, de Heer doet dat en dat vind je telkens weer terug. De Heer reinigt zijn gemeente. Waarom? Opdat de gemeente hem zou dienen. Dat is het doel waarom de Heer ons reinigt. Dat we daardoor in staat gesteld worden om dienaren te zijn van dat nieuwe verbond.
bloed van het nieuwe verbond. Dat is het doel ervan. En als wij dan bewust zondigen, ja, kijk, Paulus zegt dan in de Korinthebrief bijvoorbeeld, let er even op, als gelovige, als je bouwt op dat fundament, je kan bouwen met hout, hooi en stro, of met goud, zilver en kostbaar edelgesteente. En als jij dus bewust in die modder banjert, ja, waar je mee bouwt is aan hout, hooi en stro, en daar gaat wel het vuur overheen. Maar dat vinden we ook wel in de schriften, ook naar gelovigen toe. Als jij tot geloof gekomen bent en dan bewust vervolgens niet leeft uit geloof, dat het wel degelijk zijn consequenties heeft. Ja, dat lees je ook in het Nieuw Testament. Dat je daar zeker niet licht ook, en dan ga ik niet hier hel en verdoemenis prediken, maar dat je er ook als gelovige niet te licht over moet denken. Ja, dat het Heer wel degelijk, voor de Heer degelijk heel belangrijk is, dat Hij wil dat we Hem dienen. En als we dat niet doen, hè, sowieso hoeven we er niet op te rekenen dat Hij zich met ons leven op wat voor manier dan ook verder bemoeit. Maar goed, hè, je weet dan dat je bouwt met hout, hooi en stro. Ja, waar het natuurlijk om gaat, is dat je bouwt met dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Wat je verder nog zag bij die voetwassing, is dat de Heer de voeten gewassen had van zijn discipelen, als beeld van dat Hij de zonde vergeeft, elke dag weer ongevraagd. Maar vervolgens zegt Hij ook tegen zijn discipelen dat ze dat bij elkaar moeten doen. Nou, ook dat, sommigen interpreteren dat letterlijk, hè, dat je mekaars voeten moet gaan wassen. En sommige gemeenten wordt dat ook gedaan. Ja, dat mag. Als je dat graag wil. Maar ik denk dat de meeste mensen niet echt van gediend zijn dat hun voeten gewassen worden. Dat is nog iets wat je liever gewoon zelf doet, denk ik. De meeste mensen althans. Het beeld is natuurlijk dat, waar ik net over had, hè, over dat we allemaal dat doosje hebben. Dat op een andere plek, in Colossense, zegt Paulus, zoals Christus u vergeven heeft, zo zou je ook elkaar moeten vergeven. Dat is elkaar de voeten wassen. He, dat je elkaar, vanuit dat woord, wetende dat jij uit genade, dat de Heer jou genadig aanziet, jou alles vergeet, zo zou je dat ook naar elkaar moeten doen. En dat vind je uiteraard ook nog terug bij die voetwassing bij de Heer Jezus. En ik wilde even met u gaan naar Titus 2. Titus 2. Timotheus Titus. Misschien eerst even hoofdstuk 3, vers 5, even nog aansluitend op wat ik net uit Efeze gelezen had. En waar staat dat Hij ons zalig gemaakt heeft, Titus 3, vers 5, niet uit de werken der rechtvaardigheid, niet uit werken der wet die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte, en vernieuwing door de Heilige Geest. Dus hier vind je dezelfde gedachte weer terug. We zijn zalig gemaakt door het bad der wedergeboorte. Dat water komt er weer terug. Vernieuwing van de Heilige Geest. Maar even nu Titus 2. Vanaf vers 11. Waar staat, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in de tegenwoordige wereld. Dus worden hier richtlijnen gegeven van hoe werkt dat nou in de praktijk. Verwachtende vers 13, de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Want dat is onze hoop, dat is onze toekomstverwachting. Vers 14, die zichzelf voor ons gegeven heeft, dat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En dit is wat hij nu doet. Dus als er staat die zichzelf voor ons gegeven heeft, is dat niet datgene wat er 2000 jaar geleden gebeurde aan Golgotha. Nee, dit is wat hij nu doet. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, of geeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, hij wast onze voeten, en zichzelf een eigen volk zou reinigen,
En ook dit vind je zo vaak terug in de schriften. In de Hebreeënbrief bijvoorbeeld ook. Hè. Straks het begin van de Hebreeënbrief staat precies hetzelfde. Dat is wat de hoge priester doet. In de tijd van Mozes was het de hoge priester naar het ordening van Aaron. Die dan het volk zou moeten reinigen. Maar dat ging niet hè, met de wet. Maar onder het nieuwe verbond is het de Heer die zijn eigen volk reinigt. En dat lukt wel. Die zichzelf een eigen volk zou reinigen. En waarom? Niet. Als aanleiding voor het vlees? Nee, om ijverig te zijn in goede werken. Dat is wat de Heer nu doet. Hij reinigt ons met ons doel dat we hem zouden dienen. Ik wilde gaan naar Hebreeën. Hebreeën. Hebreeën 2. Er staat over de Heer, vers 17, waarom hij in alles de broeder moest gelijk worden. He, dus Heer is mens geworden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde des volks te verzoenen. Dat is wat de Heer nu doet, want de Heer was geen priester in zijn aardse omwandeling. Dat kon helemaal niet. De Heer was uit de verkeerde stam en het hoogpriesterlijke werk is niet wat hij deed daar op Golgotha. Het hoogpriesterlijke werk deed hij pas nadat hij tot zoon gesteld was, wat in hoofdstuk 5 staat. Hè? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, vers 5. Of op een andere plek, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat was hij pas na zijn opstanding. Dus nu zitten het de rechterhand Gods als getrouw hoge priester, hij is trouw aan datgene wat hij gezegd heeft. Dus dit doet hij gewoon. Dat hij de zonde des volks verzoent. Want hij is getrouw. 3 vers 2. Getrouw degene die hem gesteld heeft. Gelijk ook Mozes in heel zijn huis was. Zo is de Heer het ook in zijn huis. En dat, zijn huis, dat zijn wij. Vers 6 van hoofdstuk 3. Dus de Heer is getrouw als hoge priester in de dienst aan zijn huis. En wat doet hij? Hij verzoent de zonde van het volk. Hij wast onze voeten. Nou, en waarom? Hebreeën 9. Hebreeën 9. Onder het oude verbond bleef je geweten belast. Hebreeën 9, vers 9. Onder het oude verbond, degene die de dienst pleegde, konden hen niet heiligen naar het geweten. En elke jaar gebeurde het weer dat je je zonde gedenkt. En als je denkt aan datgene wat je verkeerd doet, dan belast dat je geweten. En ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met je rechtvaardigheidsgevoel. Bij de een is het sterker dan bij de ander. En soms heb je wel eens het idee dat er mensen zijn waarvan het lijkt alsof ze geen geweten hebben. Die lijken alles gewoon maar te kunnen. Dat alsof het geweten toegeschroeid is. En naarmate je een sterker rechtvaardigheidsgevoel hebt, ook naar jezelf toe, dan realiseer je eigenlijk wie je bent. En daar word je dan in het algemeen gesproken niet vrolijk van. En onder het oude verbond was er dan die hoge priester die op grote verzoendag dan verzoening deed voor de zonde van het volk. Maar dat geweten bleef belast. Want in hoofdstuk 10 bijvoorbeeld staat, als dat geweten gereinigd zou worden, dan zouden ze geen offers meer hoeven te brengen. Anderszins, Hebreeën 10 vers 2, anderszins zouden ze opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegde geen geweten meer zouden hebben van de zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt het dezelfde alle jaren weer, gedachtenis der zonde. Dus het geweten werd niet gereinigd onder de wet, onder het oude verbond. Integendeel, het geweten werd er eigenlijk maar alleen maar belast. En dat is eigenlijk wat de wet doet. De wet doet zonde kennen. En belast dan het geweten. En is het niet zo dat het vanuit onszelf is? Dan wordt het vaak wel aangepraat. Dat mensen naar ons toe komen en zeggen van ja, jij bent een christen. Jij doet dit, en jij doet dat, en jij doet zus, en jij doet zo. En dan word je eigenlijk een besmet geweten aangepraat. En misschien ook wel terecht. Niet zozeer het besmette geweten, maar wel dat wat gezegd wordt. Natuurlijk, we hebben onze fouten.
En ik kom er straks nog even op terug. Het is natuurlijk wel zaak dat als er dingen zijn, als er dingen gebeuren en het belast ons geweten, dat daar, en dat zegt, lezen we straks in de Johannesbrief, dat daar de mogelijkheid is om onze zonden te belijden. En dan staat er, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Maar ook al belijden we onze zonden niet, dan toch doet hij dat. Hij vergeeft ze. Maar hebben we een belast geweten, dan mogen we onze zonden belijden bij hem. En hij is niet genadig en barmhartig, staat er, om onze zonden te vergeven. Nee, hij is getrouw en rechtvaardig. Dus het gaat om zijn trouw en rechtvaardigheid, omdat hij gezegd heeft dat we zullen doen. Daarom doet hij dat. Als wij erom vragen, maar ook als we er niet om vragen. En is het nou zo dat we een belast geweten hebben op grond van dingen die wij misschien anderen aangedaan hebben? Ja, dan denk ik dat het wel degelijk zaak is, voor zover dat mogelijk is. En maar dat snapt u denk ik ook, dat je daar gewoon je excuses dan voor aanbiedt. En dat probeert dan voor zover mogelijk goed te maken. Sommige dingen zijn natuurlijk niet echt goed te maken. En men kan allicht natuurlijk vergeving vragen. Je excuses aanbieden. Natuurlijk, dat zit er ook achter. Ik kom daar straks nog even op terug vanuit de Johannesbrief. Maar goed, de theorie is, de Heer reinigt onze gewetens. Waarom? En dan 9 vers 14. Nou, laat ik even beginnen bij vers, even kijken hoor. Nou, ik lees even vanaf vers 12. Dus door het bloed der bokken en der kalveren is de Heer niet ingegaan. Het bloed heeft immers die reinigende werking. En dat hielp niet, dat oude verbond. De priesterdienst. Maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, heeft een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Want indien het bloed van stieren en bokken en het as der jonge koe besprengende de onreine en heiligt tot reinigheid des vlezes, hoeveel te meer, vers 14, zal het bloed van Christus, denk aan het avondmaal, het bloed van Christus, het bloed van de gezalfde, het bloed van het nieuwe verbond, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken. Waarom? Om de levende God te dienen. Dat is het doel van die reiniging. En dan wilde ik nog gaan even naar 1 Johannes 1. 1 Johannes 1. En dan wilde ik afsluiten met een paar versen nog uit de Hebreeënbrief. 1 Johannes 1. En waar dan staat in vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen. Nou, we hebben ook vanmorgen over gehoord. Hè, over het licht, het woord. Indien wij in het licht wandelen. Gelijk hij in het licht is. Zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Nou, en ik kijk even naar die eerste verse. En dan kom ik hier straks even op terug. Er staat in het begin, hetgeen van het begin was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. Hè, want licht, woord is licht. En licht heb je nodig voor gemeenschap. Immers, als het hier pikken donker zou zijn nu, dan zou ik u niet kunnen zien. Hè, dan heb je ook geen gemeenschap met elkaar, want je kan elkaar niet zien. En wat je ook ziet, is dat heel veel communicatie, zeker tegenwoordig, natuurlijk ook met licht gaat. Hè, ik weet niet, is er hier al, vast wel, is er glasvezel, of werkt ook niet? Ja, gaat ook via licht. Hè? Dus er wordt informatie eigenlijk, door middel van licht, eigenlijk gecommuniceerd. Hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hij zegt Johannes, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. En ik ga even verder in vers 3. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Dat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. Ja, want als je wandelt in het licht, heb je gemeenschap met elkaar. Denk aan het avondmaal. Allemaal onderdeel van het ene lichaam. En deze onze gemeenschap, zij ook met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus.
En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zijn. En dat wordt ook vaak gezegd, hè? Bijvoorbeeld denk aan de bruiloft in Cana. Dat de Heer water in wijn verandert. Er wordt gezegd, ja, wijn, dat is het teken van blijdschap, hè? Vrolijkheid. Die gedachte zit daarin. Ja, er zit wel iets in. En dan herhaalt Johannes eigenlijk hetzelfde in die volgende verse. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen. God is licht en in hem is gans geen duisternis. En daarom kunnen wij ook niet naderen tot God als wij onrein zijn. Maar hij regelt dat gelukkig. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap aan hem hebben, met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. En dan vers 7. Als wij in het licht wandelen, en immers het licht is het woord, hebben we net gelezen. In het begin was het woord, licht enzovoort. En indien wij in het woord wandelen, en dat woordje is dat water waarmee hij onze voeten reinigt. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Want immers, als wij dan doen wat de Heer zegt, dat we ook elkaars voeten wassen, dan hebben we gemeenschap met elkaar. Dan is dat heel makkelijk, met broeders en zusters. We weten wat ons vergeven is, en we doen het ook naar elkaar toe. En dan komen we bij elkaar, eigenlijk bij die troon der genade. Dit is waar de Hebreeënschrijver het over heeft, als hij zegt dat we onderlinge bijeenkomst niet zouden nalaten. Dat is het nader tot die troon der genade. En als we dat met z'n allen doen, dan hebben we gemeenschap met elkaar. En dat zou ons praktische leven moeten zijn. Dus indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En wat gebeurt er dan? Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Van elke zonde. Dat is de theorie. Maar, vers 8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. En dan staat er, vers 9, indien wij onze zonde belijden, dan staat niet dat je dat eerst moet doen voordat je vergeving van zonde krijgt. De gedachte hier is alleen dat welke keuze maak je. In de Hebreeënbrief heb je gezien, je hebt het hoge priesterschap van Aaron en het hoge priesterschap van Melchizedek. Aan Aaron is het verbond onder de wet, wat mag wel, wat mag niet. En Melchizedek is het verbond van genade, het oude verbond en het nieuwe verbond. Nou, wij als mens zijn geneigd om te leven vanuit dat oude verbond. Denk maar aan Adam en Eva. Toch? Daar werd dezelfde keuze gemaakt, voorgesteld aan Adam en Eva. Wil je leven onder het oude verbond? Wat mag wel en wat mag niet? Kennis van goed en kwaad? Of wil je leven uit het nieuwe verbond? Boom des levens. En wat je ziet vanaf de eerste dag is dat wij als mens geneigd zijn om te leven vanuit wet. Wat maar wel en wat maar niet. En dat is de keuze waar je hier als gelovige ook voor gesteld wordt. En als het nou zo is dat je in de praktijk toch een belast geweten hebt, en dat kan, en de dingen die er gebeuren, gebeurd zijn in je leven, keuzes die je gemaakt hebt, wat de omstandigheden ook zijn, en je geweten is belast, je hebt er last van, en het hindert je voor je gevoel om de Heer te dienen, dan zegt de Heer, dan mag je ze belijden. En dan is het denk ik ook heel verstandig om dat te doen. In de wetenschap dat als je dat doet, dat hij niet genadig en warmhartig is om het te vergeven. Nee, hij is getrouw en rechtvaardig. Hij heeft gezegd dat hij het doen zal. Dus eigenlijk als gelovige zou je naar de Heer toe kunnen gaan als je geweten belast is. En in plaats van de Heer te vragen om vergeving, zou je hem op grond van dat hij getrouw en rechtvaardig is en mogen danken voor de vergeving. Het is niet de bedoeling van de Heer dat je dit elke dag, denk ik, weer opnieuw doet. Want dan ontken je eigenlijk, als je elke dag weer de Heer vraagt om vergeving van zonde, dan ontken je eigenlijk dat de Heer jouw voeten al wast voor je. En dat is niet de bedoeling. Dus de bedoeling is eigenlijk meer dat als je geweten belast is en je hebt er last van, tuurlijk, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ze ons te vergeven. Maar eigenlijk, wat de Heer zegt is, dank mij ervoor dat ik ze vergeven heb. Realiseer je dat, laat dat je denken veranderen, want op het moment dat je dat doet, dan ben je in staat om mij te dienen en kan ik jouw leven
gebruiken. Ik wil afsluiten nog met een paar versen uit Hebreeën 13. Hebreeën 13. Waar staat in vers 20: de God nu des vredes, de grote herder der schapen, door het bloed van het eeuwige testament, die de grote herder der schapen door het bloed van het eeuwige testament uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werken in u, hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Dus door het bloed van het eeuwige testament, die wijn, als je dat drinkt en je realiseert wat daarvan de consequenties zijn, dan, vers 21, dan volmaken hij u in alle goed werk, want hij zal in ons doen het willen en het werken, als we hem de gelegenheid geven, ons leven hem ter beschikking stellen. Die volmaken u in alle goed werk, dat gij zijn wil moogt doen, werken in u hetgeen voor hem wel behagelijk is, door Jezus Christus, te welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.